Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ja, een nieuwe video. In mijn vorige vlog zei ik nog, ik weet niet of ik doorga. Maar ik ga het eventjes helemaal anders doen. Ik heb geluisterd naar jullie tips en ik dacht, zo ga ik het gewoon aanpakken. Het is vandaag zaterdag. Zaterdag 5 oktober. En ik ga dus vanaf nu ook mijn vlogs beginnen in het weekend. En waarom ga ik het in het weekend beginnen? Ik ga ondertussen ook even mijn make-up doen. Zodat ik, als ik in het weekend begin, dan kan ik gewoon heel veel andere dingen filmen. Want ik weet, er zijn mensen die het heel leuk vinden om mijn juffcontent te zien. Maar ik weet ook dat heel veel mensen mijn oude content gewoon heel erg missen. En dat snap ik natuurlijk ook. Dus ik dacht, als ik in het weekend begin, dan heb je ook niet gelijk alle juffen dingen. En dan kan je zelf kiezen, kijk je het soort van tot maandag? Of kijk je het ook door en zie je ook de juffen dingen? Dus dan kan je zelf kiezen welk deel je bekijkt. Maar ja, ik werk nou eenmaal 5 dagen in het onderwijs, dus ik kan het ook niet weghalen. Maar ik dacht, als ik nou gewoon de vlog begin op een ander moment, dan zien de vlogs er ook anders uit. Dus dat vond ik wel een goed idee. Ik hoop dat jullie dat alsnog leuk vinden. Maar als jullie andere tips hebben, laat het vooral weten, want ik sta voor heel veel open. Dat dus eigenlijk. Zoals jullie misschien weten, heb ik dus een nieuwe camera gekocht. Oeh, dit is veel te veel. En deze camera ga ik vooral gebruiken voor buiten de deur. Kijk, nu film ik dus gewoon met mijn normale camera en de kwaliteit is prima. En ik merk gewoon dat ik hem er niet snel bij pak omdat hij wat groter is. En ik heb dus nu een nieuwe camera, dus die gaan jullie deze week ook voorbij zien komen. En ik hoop dat het dan lukt om ook een beetje op een andere manier te filmen. Oh, dit is echt veel te veel. Nou, ik ga hier even heel veel foundation overheen doen. Nou, ik heb vanochtend ook lekker gesport en ik ga dus zo meteen even met mijn vriend samen naar de stad. Dus ik dacht, ik douche even lekker alvast. Ik heb een wasje erin zitten. En ik dacht, ik doe alvast mijn make-up. Anders moet hij zo lang op mij wachten. En ik ga dan gewoon een beetje de vlogs op een andere manier doen. Want ik merk gewoon dat het best wel veel... Oh, hier zit nog heel veel. Op dezelfde manier gaat. En ik ga dus proberen het een beetje op een andere manier te filmen. Hopelijk dat het lukt. En hoe jullie mij kunnen supporten, als je het natuurlijk leuk vindt, is gewoon door een reactie achter te laten. Want door een reactie achter te laten en een duimpje omhoog te doen, zorgt er ook voor dat mijn video's door meer mensen bekeken wordt. En dat helpt mij dan natuurlijk ook weer met groeien van mijn kanaal. Dus dat zou ik echt heel erg leuk vinden. Dus dat is een beetje de planning. Maar ik ga dus ook nog gewoon wel mijn juffencontent delen. En ik ben ook van plan om weer extra video's te gaan filmen. Mijn vriend en ik gaan deze week ook samen een video opnemen. Dus dat is wel heel erg leuk. We hadden ook een keer een mukbang opgenomen. En die was echt zo goed bekeken. Dus ik ga even mijn make-up doen. En dan heb ik zo meteen even een unboxing voor jullie. Want dat was ook wel gezegd dat de make-up dingen en de kledingdingen, dat jullie dat nog wel heel erg leuk vinden. Dus daar ga ik me ook proberen op te focussen. En ook als ik naar werk ga. Maar eerst eventjes mijn make-up afmaken. Nou, mijn make-up zit erop. En misschien zien jullie het ook wel. Maar mijn huid is zoveel beter. Dus dan zit mijn make-up ook echt veel mooier. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. Maar ik ga even mijn pakketje erbij pakken. En ieder moment kan mijn vriend thuiskomen. Dan ga ik even vragen waar hij naartoe wil. Even mijn pakketje pakken. Ik zit nog steeds in mijn badjas. Maar ik heb een pakketje van Most Wanted. Een tijdje geleden was er een sale van Most Wanted en toen waren er een paar dingen in de pre-order. Dus toen hebben Denise en ik samen wat dingetjes besteld. Het is totaal niet veel, maar we vonden het heel leuk en het was heel erg goedkoop. Nou, we hebben dus allebei een blazer met van die mouwen besteld. Want hij was eerst 40 euro en nu was hij volgens mij 20 euro. Dat vond ik echt totaal niet duur. Deze zwarte blazer en dan heeft hij dus deze mouwen. Ik dacht heel erg leuk voor werk met een... met een spijkerbroek of iets anders. Ik heb hem dus in de maat XSS. Want ik twijfel heel erg tussen twee maten. En Denise heeft dus dezelfde. Dus dat is deze heel erg cute. En ik zag nog een heel leuk shirt. Gewoon een basic shirt. Die vond ik ook heel erg leuk eruit zien. En die was ook nu in de korting. Deze. En dan aan de achterkant heb je dus dit. En ik vond dit wel echt heel erg cute. Misschien niet meer voor nu. Maar... deze kan ik altijd natuurlijk aandoen. Dus dit heb ik even besteld bij Most Wanted. Maar dit was echt al 3 weken geleden. Oké, ik heb me net klaargemaakt. Ik had ook even de blazer gepast. Die ga ik maandag denk ik even aandoen naar werk. En wij gaan nu naar de stad. We gaan even naar Den Haag toe. En dan gaan we even wat spulletjes uitzoeken. Maar in ieder geval, ik heb nu gewoon heel basic dit aan. Gewoon blazer. Mijn campus. Zo.
En mijn sieraden dan wel wat heftiger. Serieus? Ja, echt. Die ziet er echt leuk. Nee, niet nog een peer. Die zijn van mij. Een groene peer, ik hou ervan. Ja, die zijn van mij. Laatste. Nee, schat. Laatste. Die hebben wij voor werk. Die heb nog precies 6 voor 5 voor werk. Kom, vamos. Oké. Omdat jij bent. Peertje, peertje. Oké, wij zijn even in de bijenkorf. Maar het is echt nog even kijken hoe het werkt met deze camera. Dus ik weet niet of dit nu verstaanbaar is. En of jullie mij goed zien. Maar ik ga heel eventjes de nieuwe Dyson bekijken als ze die hier hebben. Ze hebben hier gewoon al kerstspullen, hè? Ze hebben gewoon al kerstdingen. Zo één wil ik ook. Dit wil ik. Gaan we dat net kopen? Dit jaar? We gaan dit jaar even een grote kerstboom kopen, ja? Oké, ik ga het kopen. Kom, jongen. Oké, ik ga echt iets heel ergs kopen. Ik durf het niet eens te zeggen. Is dat normaal? Misschien is hij nu uitverkocht. Heeft net iemand hem gehaald. Oké. Oké, nou, het is dus toch geen nieuwe Dyson geworden. Het is echt hele storytime. Storytime. Yeah, ik zal het wel alvast even vertellen, maar we lopen ondertussen in de Zara. Maar in ieder geval, ik had dus de Dyson gekocht. En toen zei ze, ja, er zit geen doos bij. Dus ik dacht, geen doos bij de Dyson. Dus ik kreeg even een beetje error. Dus ik had het opgezocht op Dyson.nl. Ik was in de bijenkorf. En toen zag ik dat hij er wel bij zat. Dus toen ging ik terug en zei ze, oh ja, hij zit er wel bij. En ik wilde graag dan mijn Dyson laten graveren met mijn naam erop. Dus dat ging ze doen. Toen drukte ze dus mijn naam erop met zo'n machine. Dat zit dan zo vast erin. Kijk jij maar verder hoor. En toen hadden ze dus mijn naam in spiegelbeeld erop gegraveerd. Wat er natuurlijk net niet meer uit kan. Dus ja, toen was er een soort probleem. Want het was ook nog eens de laatste Dyson die ze hadden. En ik had al betaald. En mijn naam stond er nu verkeerd omheen. Dus ja, die wilde ik natuurlijk niet hebben. Dus toen ging ze een nieuwe doos pakken. Maar die doos was veel te klein, was van iets anders. Van wat was dat van de Dyson? Nixon. En van de Dyson Nixon, ik ken dat helemaal niet. Maar het was wel een leuke doos, maar daar paste die helemaal niet in. Dus uiteindelijk zei ik, ja, ik retour hem maar. Want ik dacht ook, ik weet niet wat ik hiermee moet. Dus we hebben geen nieuwe Dyson. Ik had hem net wel in mijn handen. Ik zal even dat filmpje erin plakken dat hij dus verkeerd gegraveerd was. Heel zonde ook voor hun. Maar ja. Ik ga even laten zien wat jij koopt. Met zo'n camera film je wel echt veel meer. Omdat hij zo compact is. Nou, Makeli gaat een nieuwe jas zoeken. Een herfstjas. Dit is wel echt heel leuk hoor. Hij is wel best wel lang. Ja. Hij heeft wel zakken. Nee, zakken zijn niet echt. Zijn die niet echt? Hij staat wel mooi hoor. Like. Niet mooi? Nou, dus wij gaan even verder shoppen en ik ga dus de Dyson dan online bestellen. Maar kijk hier. Ja, dan kan je doorscheuren, schat. Doorscheuren? Ja, dat moet je zo knippen. Ik zweer het, dat heb ik ook in heel veel dingen. Dat moet je doorknippen en dan kan je hem gewoon aandoen. Dat is echt zo. Dat moet je niet nu doen. Je staat nu ik kan nu niet mijn hand eruit. Zit die vast? Ja. Maar wat ben je op zoek dan? Oh, nee, ik ben aan het kijken. Dit zou je denk ik best leuk staan, deze. Deze, ik zat er ook te kijken. Ja? Nou, wat ken ik jou toch goed. Hier is die. Nou, wij zitten weer terug in de auto. Ik ben geen 500 euro lichter, dus ergens is het eigenlijk wel goed. Maar ja, ik ben heel benieuwd wat er nu mee gaat gebeuren met dat ding. Wat denk jij dat ze nu met die Dyson gaan doen? Gewoon een nieuwe doos gaan ze ermee doen, hè? Ja, wel echt zonde. Ja, wel zonde voor ze. Maar ja, niet mijn probleem, een soort van. Nee. Oké, maar wij gaan in ieder geval nu naar huis. Uiteindelijk hebben we dus niet echt heel veel. We zijn niet zoveel gekocht. Want ik wilde dit rokje terugbrengen van H&M. Maar we stonden daar om 5:05 en dan ging om 6:00 dicht. Dus dat was niet zo handig. En verder heeft. Macaulay heeft wel. Kijk, dit snap ik dus niet. Waarom die dan nu zo omhoog filmt? Zijn nou, dat gaat om
Het is een facecamera, zo. Hij pakt jouw gezicht. Ja, maar als ik aan de onderkant film, zo. Nou ja, in ieder geval. Ik heb nog even proteïnepoeder gekocht. En we hebben... Nee, ik niet. Maar Carly heeft allemaal dingen voor het sporten gekocht. Want hij gaat volgende week weer op de... Kijk, nu ook. Wil ik dat hij op jouw hoofd doet. Ja, nu doet hij dat wel. Nou ja, het zal. Ik moet nog even de camera proberen. Maar hij gaat volgende week op de middelbare school les geven. Nou, we gaan toch opeens uit eten. Oké, alles staat vol. Dus we gaan nu... Zitten we bij de Fabiano. Maar deze is volgens mij nieuw. Volgens mij echt hoor. Nee, is wel vernieuwd, ja. Ja, toch? Ja. Het zag er eerst echt niet zo uit. Wat ga jij drinken? Cola. We hebben best wel een mooi plekje. Ja, je ziet het niet heel goed, maar we zitten op het plein. Die weerkaatsing is best wel heftig. Lekker? Lekker basic. Deze is wel lekker, maar heel zoet. Lekker zondag. En zoals jullie hebben gezien heb ik al lekker een rondje gelopen met de hond van mijn moeder. En gewoon even lekker gechilled. Ik had gisteren best wel een drukke dag. En uiteindelijk dacht ik, ik ga vandaag gewoon lekker rustig aandoen. Dus een beetje sporten. Ik heb mijn wenkbrauwen geverfd, zoals je misschien wel kan zien. En wat zilverbruiner op mijn gezicht gedaan. En mijn vriend gaat vanavond met vrienden eten. Dus ik dacht, ik ga lekker een avondje Emily in Paris kijken. Want dat heb ik dus nog niet gedaan. En ik ben dus nu helemaal obsessed met dat kleuren en die kleurboeken op TikTok. Misschien zitten jullie ook in dat algoritme, maar het is echt zo verslavend. En ik had een pakketje gekregen, dus die wilde ik even aan jullie laten zien. Ik ga dus straks heel eventjes mijn camera instellingen bekijken. Want ik heb nu een eerste stukje geëdit om even te kijken hoe het eruit ziet. En ja, ik denk dat ik het toch een beetje op een andere manier wil. Dus daar ga ik nog eventjes naar kijken. Maar dat ga ik zo meteen even doen. Ik ben wel heel erg benieuwd wat jullie van de kwaliteit vinden. Ik had net ook de reacties te lezen onder mijn video. En de reacties zijn zo lief. Ik had natuurlijk nog een hele oude vlog online gezet. En eigenlijk gezegd dat ik zou gaan stoppen. Maar de reacties waren echt bizar. En de berichten die ik heb gekregen. Dus daar wil ik jullie echt heel erg voor bedanken. Dus ik ga het gewoon eventjes aankijken. En het in ieder geval op een andere manier aanpakken. En misschien werkt dat voor mij wel heel erg goed. Dus daar moet ik nog eventjes naar kijken. In ieder geval, ik had een PR-pakketje gekregen. En die wilde ik even aan jullie laten zien. Het is van Max Factor. Oh, heel leuk. Namelijk deze. Ik weet dan nog niet of dit in de winkel ligt. Moet ik wel even kijken. Maar het zijn denk ik nieuwe producten. Ja, nieuwe producten. Wat leuk. Misschien ga ik dit morgenochtend, als ik mijn make-up ga doen, wel eventjes voor jullie proberen. Maar het is in ieder geval een foundation en serum in één met niacinamide, als ik het goed uitspreek. Ik denk dat dit wel mijn kleur is. En er zit ook nog één donkerder in. Die is denk ik wat meer voor de zomer. Maar ik ga het even proberen. Morgen, want ik ga nu geen make-up meer doen. En er zitten ook drie, even kijken, een blush in. Nog een blush. En een bronzer. Nou, ik ben hier zo benieuwd naar. Deze is medium en deze kleuren zien er ook heel erg mooi uit. Dus die ga ik morgenochtend even proberen. Of een andere dag voordat ik ga werken. Maar ik ga lekker Emily in Paris kijken. Helemaal zin in. Nou, ik ben lekker Emily in Paris aan het kijken. En ik heb tacos gemaakt. Het ziet er niet zo lekker uit, maar het is heel lekker. Volgens mij wel. Ik hoop niet dat dit te veel is. Ik denk het wel. Ik voel wel dat die heel erg dun is. Dus dat is fijn. Maar ik draag altijd naar school gewoon een full face make-up. En ik blend het altijd uit met mijn beauty blender. En ik weet dat dan best wel veel product verloren gaat. Maar met een kwast werkt voor mij echt niet. Ik ben heel erg benieuwd. Gebruiken jullie altijd een kwast? Of gebruiken jullie een beauty blender? Zien jullie hoe mooi? Oh, heel mooi. Ook niet zo super
dikke plamuur. Ik had alleen hier allemaal buisjes. Maar volgens mij haalt ze die wel weg. Ik vind hem heel mooi. En ik had niet de donkere kleur moeten nemen. Wat vinden jullie? Kijk, hij is ook echt heel erg glowy. Echt heel mooi. Ik ga nu dus de bronzer proberen. Hij is wel medium to deep. Dus ik hoop niet dat hij te donker is. Oh, hij heeft zo'n dingetje. Oh. Ik denk dat ik het gewoon even met mijn vinger... Oeh, het lijkt wel of hij een beetje glimmend is. Of lijkt dat zo? Ik ga het gewoon even proberen. Hoe? Oké, ik ga dit heel even proberen voordat ik mijn hele gezicht hiermee vol smeer. Hij blendt wel makkelijk uit. Maar ik doe eerst heel even een klein beetje hier. Nog van die kleine babyhaartjes. Ik weet niet of ik dit mooi vind. Ik hou gewoon niet echt van glimmende bronzer. Ik wil eigenlijk dat dat gewoon mat is. Maar kijk hier. Nope. Ik denk dat dit niet een favoriet wordt. Misschien in de zomer. Dan vind ik het wel mooi. Maar nu wil ik echt niet glimmen. En mijn hele voorhoofd glimt. Die kleuren komen volgens mij niet helemaal over. Dan heb ik nog twee kleuren blush. Deze lijkt me een beetje licht en die lijkt me heel donker. Maar ik hou niet van hele lichte blush. Dit is de kleur. Als ik dit nog een blend krijg, überhaupt. Kijk, zien jullie het? Het is niet echt heel erg goed te blenden. Het wordt een beetje streepachtig. Nee, ik vind dit echt niet mooi. Nou, ik ben dus op werk. En ik ga dus eerst even opruimen, want het is echt vreselijk. Ik ben hier weggegaan en het is echt een troep. Dat wist ik al hoor, maar dat het zo erg was, dat wist ik ook weer niet. Dus ik ga eventjes alles eerst opruimen voordat ik ga beginnen, want dat kan echt niet. Ik had deze pennen nieuw, daar ben ik echt heel blij mee. Zo. En dan gaan we maar even alles opruimen voordat mijn stagiair is. Ook een beetje een goed voorbeeld geven. Zo, dat ding kan ver meedraaien. Dat had ik niet verwacht. Ik kan hem helemaal hier opzetten, denk ik. Draait hij dan ook helemaal mee naar het bord? Doet hij dit? Zo, dit is ziek. Hij volgt me gewoon uitprinten. Oké, ik ben weer terug van werk. Op maandag kan ik dus niet zoveel filmen. Omdat mijn stagiair dan is. En dan is het gewoon niet zo handig. Zoals jullie begrijpen. Volgens mij was het gisteren. Dag van de leraar of zo. Vrijdag of zaterdag. Ik heb heel lief nog van iemand uit mijn klas dit gekregen. Echt super cute. Van The Rituals. Een handlotion. Nou, dat kan ik wel gebruiken met mijn droge handen. Ik weet niet of het overkomt. En mijn vriend moet vanavond heel laat werken. Dus ik ga zo meteen alvast even eten maken. En ik wilde eigenlijk gaan sporten. Maar ik denk dat ik gewoon toch liever gewoon eventjes op de bank ga chillen. En dat eigenlijk. Dus ik ga zo even koken. En morgen zal ik voor jullie wel even wat filmen. Want we zijn ook bezig geweest met het project. En daar wil ik ook eventjes wat dingen laten zien. Maar nu ga ik in ieder geval even lekker op de bank zitten. En ik ben echt zo blij met mijn nieuwe camera. Ik hoop dat jullie het ook mooi vinden. Inmiddels sta ik avondeten te maken. En ik ben dus boerenkool aan het maken. En dit is dus niet mijn idee. Maar mijn vriend. Hij komt uit de Dominicaanse Republiek. Maar zijn lievelingseten is boerenkool. Dus ja, dan moeten we dat maar maken. Dus daar ben ik nu mee bezig. Jongens, ik kan wel janken. Ik liet dus net de pan met boerenkool vallen uit mijn handen. En heel veel pijn. En kijk dit. Ja, hij komt niet goed in beeld, maar het is echt vreselijk. Alles zit eronder en dit is nogal een soort van schoongemaakt. Mijn maandagen, het is echt drama. Nu heb ik dus bijna geen boerenkool meer. Morning, het is dus vandaag dinsdag. Ik kom net aan op werk.
Wat vinden jullie van mijn nieuwe jas? Ik ben er echt zo blij mee. Oh. Dat moet ik echt nog uitzoeken van deze camera, hoe dit werkt. Maar mijn lokaal is lekker schoongemaakt, dus dat is heel erg fijn. En ik dacht, ik ga jullie een beetje weer meenemen. Maar eerst even mijn jas ophangen. Zo. En dan gaan we vandaag weer een goede dag maken. Als eerst wil ik toch nog deze even aan jullie laten zien. Maar ik vind deze echt zo leuk geworden. Het staat ook heel erg leuk. Helemaal herfstig. En dan met die leuke herfstblaadjes. En ik heb dus ook nog allemaal Halloween dingen. Maar ja, die Halloween dingen, daar wilde ik eigenlijk nog heel even mee wachten. Ik heb er ook wel een leuke tekenopdracht voor. Ik heb namelijk van dat soort zwarte papier gehaald bij de Action. Dat als je er overheen gaat, dat het dan verkleurt. Maar ik zal even laten zien. Kijk, ik heb ook allemaal van dit soort stickers. Dus die ga ik misschien... Misschien doe ik dat vanmiddag wel eventjes. Dat ik die dan ga gebruiken. Maar ik ga eerst eventjes mijn bureau weer klaarzetten. Want ik had even alles eraf gehaald. Want dan kan er ook beter schoongemaakt worden. En dan gaan we weer beginnen. En eigenlijk, zoals ik vorige week al vertelde, het gaat echt heel erg goed. Dus daar ben ik heel erg blij mee. We hebben gisteren geknutseld en er is dus een kind zo'n oogje op mijn computer geplakt. Ik ben echt heel benieuwd wie dat heeft gedaan. Dat ga ik straks even vragen. Nou, ik heb mijn roze. Oké. Ik weet alleen niet waarom mijn computer niet aangaat. Ik denk dat die kabels er een beetje uit zijn gegaan. En mijn map. Hier staat natuurlijk alles in. Ook het rooster voor vandaag. Dus die gaan we daar ook eventjes bij pakken. Zo, ik wilde nog even een beetje laten zien wat wij dus nu doen voor de kinderboekenweek. Want het is dus nu kinderboekenweek. Natuurlijk ben ik elke dag aan het voorlezen. En ik zal even het boek pakken die ze heel erg leuk vinden bij mij. We lezen eigenlijk twee boeken nu. We lezen dus deze. Maar deze hoort bij onze begrijpen lezen methode. Die gaat over Indonesië. Wel een kort boek, maar wel heel erg leuk. En ik heb dus dit boek. En die is echt favoriet bij mij in de klas. Het geheime weekboek van groep 8. Dus als dat andere boek uit is, ga ik die weer verder lezen. Volgens mij was ik wel al bijna klaar op bladzijde 100 of zo. En voor het project hebben we natuurlijk lekker eigenwijs. En wat wij dus doen, wij hebben het thema Blink, hebben wij families. Dus ze hebben allemaal een eigenwijze familie gekozen. En daar gaan ze dus nu ja, dingen voor ontwerpen. Dus ik zal dat eventjes laten zien. Ik maak dus altijd een PowerPoint, omdat ik dat gewoon heel erg makkelijk vind. Even kijken hoor. Nou, dit zijn dan families die ze hebben gekozen. Bijvoorbeeld die familie van Michael Jackson of de Kardashians. Beetje zo. En dan gaan ze dus nu in groepjes dingen ontwerpen. Donderdag, nee, morgenmiddag gaan we eraan werken. Dus dan zal ik het even laten zien. Maar ze kunnen dus een huis ontwerpen. Dus dan kunnen ze dat van karton maken. Een familiewapen. Die zag ik op Facebook voorbij komen. Wel heel leuk. Of ze kunnen een labboek maken. Ook heel erg leuk. Dat is altijd wel favoriet. Of de kleding van hun familie maken. Een stamboom. Een familieportret. Dus dat is eigenlijk een beetje het idee wat ik erbij heb. En volgens mij vinden ze het wel heel erg leuk om te doen. Ik moet het alleen even iets meer sturen. En ik had vandaag ook wel echt een leuke les. Wij hebben namelijk voor sociaal-emotionele vorming hebben wij Kwink. En het ging dus over omgaan met heftige emoties en hoe je reageert als iemand boos is. En wat ik dus had gedaan, ik had allemaal verschillende emoties op kaartjes geschreven. En dan moesten ze een situatie opschrijven waarin je boos wordt. En dan moesten ze dus reageren met die emotie. Nou, volgens mij vonden ze het wel erg leuk om te doen. Dan heb je ook gelijk een beetje een drama opdrachtje. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb mijn CITO nagekeken. En dan ga ik zo meteen weer verder. Ik ga jullie even mijn ontbijt laten zien. Wat ik dus nu altijd ontbijt. Het is echt heel erg lekker. Als eerst heb je even een... zo heet dit. Mixer nodig. Wat je erin doet, je doet een beetje magere melk erin. Gewoon een klein beetje. Een beetje magere kwark. Bevroren fruit. Ik doe dus deze, maar je kan ook wat anders doen. En een schepje proteïnepoeder. En door het bevroren fruit wordt het een beetje... Ja, wordt het niet echt een shake, maar het wordt een beetje
kwarkachtige substantie. En dan doe ik er een klein beetje krusli doorheen. Vind ik echt super lekker. En het voedt ook, ja, ik zit heel lang vol. Omdat er natuurlijk proteïne in zit. Dus dat is top. Dus dat doe ik. Ga ik jullie even laten zien hoe het eruit ziet zo meteen. Kijk, en zo ziet het er dan uit. En dan doe ik er gewoon een beetje van die hele simpele muesli in. Ik ga eerst even het bord doen. Dan heb ik dat maar gedaan. Vandaag een lekker korte dag, dus dat is heel fijn. Maar er moet best wel veel gebeuren. En kijk hoe leuk dit is. Dat wil ik nog even aan jullie laten zien. Ik kan dus van mezelf niet heel mooi schrijven. Maar ik heb dus dit gelamineerd, zo happy birthday. Dus als er dan iemand jarig is, kan ik dat gewoon op het bord doen. En dan heb ik er van achter van die van dat magnetische tape opgeplakt. Nou, echt super handig. Zo, er is alleen één kaartje achter de kast gevallen. Oké, ik heb hem weer. Zo. Ik merk dus echt, als je zo'n doek gebruikt, dat het er veel beter vanaf gaat. Dus ik gebruik nu gewoon liever zo'n doek dan echt zo'n wisser. En wat we vandaag gaan doen, we gaan dus weer aan het project werken. En ik ga er vandaag echt wat tempo achter zetten. Dus ik ga ze een klein beetje opjagen vandaag. Beetje zielig. En wat gaan we nog meer doen? We hebben een cito die we moeten afmaken. En dan zijn alle cito's gedaan. En ik heb de afgelopen weken heel veel geoefend met werkwoordspelling. Dus ik hoop gewoon nu echt dat het gaat lukken. Ik ben echt heel erg benieuwd. Oké. We beginnen met lezen altijd in de ochtend. Elke dag doe ik een kwartier lezen. Dan doe ik de opening van de dag en huiswerk bespreken. Bij ons in groep 8 heb je dus elke dag huiswerk. Dan ga ik, dit is wel een beetje fanatiek, maar ik ga het toch doen. Ik ga rekenen en begrijpen lezen in de ochtend doen. Rekenen en begrijpen lezen. Dan ga ik eten en drinken. En buiten spelen. Dat duurt dan een half uur ongeveer. En dan hebben we dus één cito van spelling. En dan mogen ze daarna nog aan het project werken. Ligt er dus een beetje aan hoeveel tijd we nog over hebben. Maar hij is heel erg kort. Dus ik verwacht dat we eigenlijk nog best wel veel tijd hebben. Het is eigenlijk werkwoordspelling. Ik doe wel werkwoordspelling. En project. En dan lekker naar huis toe. Dus dat is de planning voor vandaag. Het is alweer woensdagmiddag. Ik weet, ik had gezegd ik zou filmen. En dit bedoel ik dus. En dan denk ik, nou, ik ga de vlog niet meer plaatsen. Maar het was gewoon heel erg druk. En er was iemand in mijn klas. En dan vind ik het gewoon een beetje awkward om te filmen. Maar ik ben dus nu bij mijn moeder thuis. Samen met het lieve hondje. En mijn moeder is dus nu even aan het werk. Dus ik ga hier eventjes gewoon lekker zitten, zodat hij wat aandacht krijgt. En er komt zo meteen een pakketje. Een hele leuke. Namelijk mijn nieuwe Dyson. Helemaal zin in. Dus ik ga misschien straks of morgenochtend mijn haar wassen. En dan ga ik het gelijk gebruiken. En ik kan echt niet wachten. En nu ga ik lekker even een snackie nemen. Oké, mijn pakketje is binnen. En ik kan echt niet wachten om dit open te maken. Ik ben echt zo excited. Dus ik ga dit even aan jullie laten zien. En ik had dus expres vandaag mijn haar niet gewassen. Want het is wel een beetje vet, zoals je kan zien. Maar ik dacht, dan kan ik het gelijk gebruiken. Want eigenlijk is het beste volgens mij om een beetje nat haar te gebruiken. Maar je kan het ook op droog haar. Maar het is dus de Dyson Airstray. Deze kleur. Kijk hoe mooi dit is. Het is de, hoe heet deze kleur eigenlijk? Nou, in ieder geval de roze met rode kleur. Ik weet eigenlijk niet hoe die heet, deze kleur, maar oh, zo blij mee. Niet doen. Zo blaffen. En hierin zit volgens mij zo'n matje waar je hem dan op kan leggen als die warm is. En dan hier, ik ga hem even iets omlaag doen. Zo, ja, dan zie je me niet. Hier zit hij dus in. Kijk hoe mega mooi deze is. Maar dit is de parel. Heel blij mee. Zo
Zoals jullie kunnen zien, heb ik net mijn haar gewassen. Het is nog heel vroeg, dus ik moet een beetje stil zijn. En ik kon echt niet wachten. Dus ik ga hem nu proberen voor jullie. En ik heb gedoucht. En normaal douche ik eigenlijk niet voordat ik naar school ga qua mijn haar wassen. Want het duurt gewoon heel erg lang voordat het droog is. Omdat ik dus extensions heb. Dus ja, ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe snel het nu gaat. Zoals jullie zien is het wel iets minder nat. Omdat ik net heel even een klein beetje mijn aanzet heb gefund. Maar ja, we gaan het gewoon proberen. Ik ben echt heel erg benieuwd. En ik hoop ook dat ik het in één keer goed doe. Je moet echt even kijken hoe dit werkt. Moet ik dit open doen? Ja. Dan zet ik hem. Hij staat nu in Nederlands. In graden graag. Nou jongens, mijn haar is echt nog nooit zo zacht geweest. Ik ben er heel blij mee. Ik wil nog wel even een beetje zoeken hoe en wat. Maar ik ben echt er heel blij mee. Dus dit ga ik zeker vaker gebruiken. En ik ben ook benieuwd. Want meestal als ik slaap bijvoorbeeld is mijn haar niet meer echt helemaal. Dus ik ben heel benieuwd of dat dan wel verandert. Er hangen allemaal foto's aan de binnenkant van mijn kast. Zo. En ik ga dus nu eventjes... Oh, mijn camera is mijn hoofd kwijt. Zo. En ik ga dus nu eventjes nog ontbijten. Want daar had ik vanochtend geen tijd voor. En ik ga even wat dingen nog nakijken. Zo. Let's go. Slechterik. Ongehoorzaam. Lees mee. Uitdrukkingsloos. Waterverfachtig. Opmerkzaam. Reusachtige. Onherbergzaam, verwaarloosbaar en oranjeachtige. Nu jullie. Oké, dus de blauwe is... De chauffeur was erg alert toen hij het verwilderde gebied binnenreed. Welke twee woorden passen bij die zin? En dan vooral het stukje de chauffeur was erg alert. Welk woordje hoort er dan bij alert? Oké, de groene. In de muren van de tempel waren spectaculaire patronen uitgehakt. Bij 100.000, dus dan moeten we nog even wachten. Oké, dus we zijn nu bezig met het project. Dus ik ga het eventjes filmen wat ze aan het doen zijn. Oké, welke familie hebben jullie ook weer? Ze zijn een concentratiekamp aan het maken. Mooi met die verdiepingen. En hier zijn ze bezig met een labboek. Over de Kardashians. Ik ben wel benieuwd naar het huis van de Kardashians. Hier hebben ze een Happy Meal hebben ze gemaakt. En dit wordt het huis van de Kardashians, toch? Het is vandaag vrijdag, bijna weekend. Ik voel me alleen weer niet fit. Het is echt vreselijk. Ik heb zoveel last van mijn astma. Maar ja, het is even niet anders. De kinderen hebben het eerst weer gym. Verder gaan we vandaag weer aan het project werken. Ze hebben gisteren best wel veel gedaan. Ik had wel eventjes iets gefilmd. En verder gewoon de normale lessen. En de bomen zijn af. Nu heeft iedereen hem af. Dus die ga ik dan beoordelen. En verder ga ik ook nog een sociogram afnemen. Sociogram is dan maar zeggen dat je even gaat kijken. Welke kinderen werken graag met elkaar en welke kinderen spelen graag met elkaar en andersom. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. En ik heb al mijn toetsen ingevoerd, dus ik ben echt super lekker bezig. Alleen, ik voel me dus niet helemaal fit. Misschien ga ik wel even paracetamol. Oké, wij zitten in de auto, want we hebben zo salsa les. Hoeveel is de vijfde of zesde? De vijfde les. Of zes? Nou ja, we hebben zo in ieder geval salsa les. En we hebben net even lekker een beetje geslapen en in bed gelegen. En dit is ook het laatste van de vlog, dus ik zal zo meteen nog een beetje filmen. Ik ga proberen om even met mijn camera te filmen, dan is de kwaliteit wat beter. Dan gaan we kijken wat we vandaag gaan leren. Denk je dat we wat nieuws gaan leren?